De nationale ombudsman Brenning Meijer onderzoekt een klacht van Edwin de Roy van Zuidewijn tegen het kabinet der koningin en het ministerie van Algemene Zaken. Die hebben er volgens de voormalige echtgenoot van prinses Margarita voor gezorgd dat hij geen opdrachten meer kon krijgen. Ja, onder andere het kabinet van de koningin zou contact zijn gelegd met bouwfonds en dat zou er uiteindelijk toe geleid hebben dat hij geen werk meer had van het bouwfonds.